De familie Bouwhuis dan in goede tijden, slechte tijden staat onder hoogspanning. Ze vechten elkaar de tent uit, dat ziet iedereen elke dag. Dus is het hoog tijd voor een gezellige vakantie met het hele gezin om wat nader tot elkaar te komen. Nou, omdat het de afgelopen tijd hier gewoon steeds beter gaat, dacht ik. Wij gaan op safari. Meerdijk schudt op zijn grondvesten. Anton en Sjoerd Bouwhuis kunnen elkaar niet luchten of zien. Om dichter bij elkaar te komen, pakt de familie haar koffers en vertrekken ze richting Zuid-Afrika. Zuid-Afrika was fantastisch. Dat was echt geweldig. Dat was een cadeautje. We deden niet alsof we in Afrika waren. We waren echt in Afrika en dat was heel gaaf. Dan heet het een giraf. Maar het leek wel alsof het was heel toevallig. Die liep de hele tijd in een shot en die liep dan weer eventjes uit. Maar het leek alsof hij de hele tijd de camera opzocht. En actie! Zo'n zonnige safari is voor de cast in deze Hollandse herfst natuurlijk een welkome ontsnapping uit Meerdijk. Maar er moet natuurlijk wel keihard gewerkt worden. Ik weet dat de sfeer onderling, privé, dat beter was dan de sfeer van de Bouwhuis in de verhalenlijn. Mooiste decor waar ik ben tegengekomen. Mooiste locatie, mooiste licht, mooiste... Liefste mensen, nou. Tot 6 uur werken en dan lekker eten en aan de borrel. De Big Five als figuranten op de set, dat is wel even andere koek dan in de veilige studio's. Want die beesten laten zich nog niet zo makkelijk regisseren. En dan moet je je voorstellen dat je op een steen zit. En dan heb je een scène met je zoon. En dan verschijnt er achter je een neushoorn. En dan komt er nog een neushoorn. En op een gegeven moment staan er 4 neushoorns achter je. De scène moest ook onderbroken worden. En op een gegeven moment ging de scène wel gewoon weer verder. Want ze bleven op een veilige afstand. 20 meter. Heel leuk, al die bijzondere viervoeters. Maar de cast moet wel alert blijven. En dus ligt het evacuatieplan zelfs al klaar. Zo'n ranger zegt dan van... Als ik go zeg, dan rennen. Maar dan met versnelde pas achter de auto of... In de auto. Go slowly back to the vehicle. Dat was een beetje het plan. We hebben 2 keer een go gehad, hè? En dan heb je zoiets van... Wat? En dan naar die auto rennen. Maar toen kwamen ze echt te dichtbij. En als je dan lekker aan het spelen bent en zo'n ranger zegt... go, weet je, dan heb je zoiets van... Ja, god, ik zat net lekker in die scène. Kom door die neushoorns moet ik vluchten. Wat had hij bij zich? Een vuurwapen, wat hij eigenlijk helemaal nooit heeft. Maar omdat ze dachten, nou, laten we het maar het zekere voor het onzekere nemen. Maar die ranger zei ook, jongens... Ik schiet liever jullie af dan de dieren. Dus toen dachten we ook, nou... We voelen ons erg veilig. Nee, dat is een geruststellende gedachte. Ja, wat leuk, hè? Want waar heeft het mee te maken? Natuurlijk gewoon een soort sponsoring. Zuid-Afrika wil reclame maken. En GTST vindt het leuk om af en toe eens even uit die studio weg te gaan... en een bijzondere verhaallijn uit te stippelen. Ja. Ja, als je dan in Zuid-Afrika, waar dus niet alleen meisjes doodgestoken worden... die lesbisch zijn, maar waar ook prachtige dieren rondlopen... een schitterende omgeving is. Als je daar naartoe kunt, is het prachtig. Het was voor Joep Zertons was het ideaal, want het is een ontzettende... amateurfotograaf, niet dat hij slecht foto's maakt, maar hij speelt leuk om te doen. Maar hij speelt ook zo vaak van die strenge rollen. Ja. Dat als je hem zo vrij en vrolijk ziet praten, dat je denkt, oh, die kant heeft. Want het is echt omdat hij iets had van, ik mag eindelijk mijn hobby doen. Hij heeft alleen maar lopen voor fotograferen de hele tijd. Kijk die foto nou, dat ze daar met die beesten op schoot zitten. Dat is toch een super ervaring. Ja, die zijn opgezet hoor, maar het is leuk om te zien. Ja, nee, dus hier hebben ze met z'n allen gezeten. En Guido en Robin had natuurlijk hun partners in Nederland. En dan zie je dat heel anders weer omgaan. Guido bijvoorbeeld, zijn vriendin had iets van, laten we veel internetten, vertel wat je meemaakt. Maar de relatie van Robin, Chico, die danser, die zei, nee, ik spaar het maar op dat je thuis bent. Dan wil ik alle verhalen horen. Nou, wil je echt alle verhalen horen en zien, dan moet je blijven kijken de komende 2 weken naar GTST.